De grootste overwinning uit mijn studentenleven. Ik heb 1 plafond afgebroken een keer door te crowdsurfen in een café en dan dat plafond af te breken. Mijn naam is Glenn Fellows. Ik ben een heel trotse eerste generatie designer. Ik ben in 2011 afgestudeerd. En vandaag ben ik founder en managing partner van Lunar. Dat is een webbureau uit Antwerpen. En we zijn ondertussen een 5-tal jaar bezig. Na Divine heb ik een beetje een woelig traject afgelegd. Ik heb een buitenlandse stage gedaan waar ik van heel veel zaken heb mogen proeven. Ik had vrij snel een job te pakken. Ik heb daarna ook heel even in het buitenland gezeten. Ik heb bij verschillende grote reclamebureaus gewerkt. Om dan uiteindelijk toch te zeggen van ik ga de sprong maken om zelf iets op te starten. Lunar is een webbureau. Wij produceren en wij realiseren heel veel projecten. Wij werken voor middelgrote en grote ondernemingen. Wij hebben toffe projecten voor VRT gerealiseerd, maar ook voor het Fotomuseum recent hebben wij de nieuwe website op poten gezet. Ik ben altijd, ik denk van nature, wel altijd een bouwer geweest. Ik denk dat dat in Divine wellicht goed is losgeweekt om dingen te bouwen, te maken, te creëren, te proberen. Dat helpt vandaag echt wel bij mijn ondernemersverhaal, omdat ik moet dat vandaag ook maar gewoon doen. Ik moet ook proberen en doen en handen uit de mouwen. Het is niet erg als er een keer iets fout gaat. Dat is part of creativity uiteindelijk. We hebben zo'n running joke, de what the fuck van de week. En elke week is er wel echt zoiets dat je denkt, wat is hier nu juist gebeurd? Een inspirerend persoon voor mij zou Zaha Hadid zijn. Een architecte die ook maar gewoon gebouwen moet bouwen. Die maakt bijzondere gebouwen. Dat zijn unieke gebouwen van stadia en hier in Antwerpen bijvoorbeeld ook het havenhuis. Uiteindelijk is dat ook maar een gewone gebouw. Ze had perfect gewoon een vierkante toren kunnen maken. Maar die heeft er echt voor gekozen om iets bijzonders te kunnen gaan doen. En ergens droom ik ervan om met Lunar vergelijkbare zaken te kunnen gaan doen. Niet een gewone vierkante website met een header en 3 blokken, maar een keer wat verder te gaan. En dat is voor mij inspirerend.